Ik wil vrouwen echt schoonheid geven. En helaas denken vrouwen daar zelf anders over. Ik wil vrouwen echt inspireren om anders naar zichzelf te kijken. Want je zegt ook niet van die boom die is te dik, te lang, te knotsig. Een boom krijgt ieder jaar een ring erbij. En daar zit al zijn wijsheid in en al zijn groei die hij dat jaar heeft meegemaakt. En zo is het ook met de familie en mijn familie-DNA. De ene familie die is wat kleiner, de andere wat langer. En dat draag je met je mee en dat heeft juist een schoonheid. Ik wil vrouwen inspireren om te zien hoe mooi ze zijn. En dat als ze zichzelf in de spiegel zien, dat ze denken, wauw, ben ik dat. En dat kan door middel van mijn lingerie. Ik hoop dus dat een vrouw als ze een blouseje aan heeft, dat ze denkt, ik doe hem net een beetje verder open. Dus ik verleid haar om door middel van meer zelfvertrouwen, meer van zichzelf te laten zien. Het bijeffect is dat ze daardoor ook veel meer van zichzelf laat zien. Ik zeg altijd, ik ontwerp maar 15% en de andere 85% de vrouw, haar prachtige lichaam. En dat bij elkaar is het ontwerp. En wat ik wil met mijn ontwerper is frame your beauty. Dus door middel van die inkadering probeer ik haar lichaam op het mooist uit te laten komen. Vanuit dat zelfvertrouwen geef ik vrouwen ook eigenlijk een empowerment. En vanuit dat empowerment wil ik heel graag dat vrouwen durven te dromen. Mijn motto is dare to dream, dare to grow, dare to be. Schoonheid is geen lang haar of zwart haar of gekruld haar of lange wimpers. Schoonheid komt van binnenuit en dat je echt durft je eigen pad te volgen. Niet dat van je ouders, niet die van de buurvrouw, maar echt die van jou. En dat je die durft te laten groeien. Ik denk dat je dan het mooiste mens bent. Dan ben je vol empowerment, zelfvertrouwen. Dat pad gaat niet altijd makkelijk. Dat is met vallen en opstaan. Maar het is zo gaaf en je wordt alleen maar mooier ervan. Net als die boom die ieder jaar een ring erbij krijgt. En je krijgt er daardoor ook misschien hier en daar een rimpel. Maar het wordt zo karakteristiek jij, jouw pad, jouw weg. En dat is een echte schoonheid. Ik heb 4 collecties. De Signature collectie, de Stijl, Couture en Swimwear. De Signature collectie, daar zitten mijn meest iconische ontwerpen in. Daar vind je de must-have die je eigenlijk gewoon moet hebben voor je kledingkast. Het inframen, het inkaderen, dat begeleidt het oog van de vrouw naar een deel van kijk nou eens naar jezelf, naar dat deel. En dat vind ik dus heel mooi om dat bij het décolleté te doen. Maar ook bijvoorbeeld bij de bovenkant van de bil. Ja, wij in Nederland hebben niet eens daar een naam voor, maar de Fransen hebben geloof ik 4 namen om dat deel te benoemen. Dat is natuurlijk prachtig. Boven die bil is een heel mooi gebied om daar met straps te werken. Om daardoor eigenlijk die billen nog sexier te maken. De stijlcollectie is echt een seizoenscollectie. Dus wat is happening, wat is hot, wat is de kleur. Maar ik wilde daar nog iets meer mee doen. Want lingerie is de eerste laag die je aandoet. En daarna doe je bovenkleding aan. En ik vind het leuk als dat een interactie met elkaar aangaat. Als je daarover nadenkt en denkt, hey, dat is een mooie contrastkleur. Of dat combineert mooi. Dan komt innerwear, becomes outerwear. De couturecollectie is echt een buitencategorie. Daar zijn ze dagen mee bezig. Is echt couture, wordt met de hand gemaakt. Maar daardoor voel je je als vrouw ook zo uniek, zo bijzonder. Dit is ook echt voor een vrouw die dare to be is. Die dat, bam, die komt binnen. Die durft dat te laten zien. En die durft zoiets bijzonders aan te doen. De couturecollectie is lingerie en is innovatie. En ik reis eigenlijk de hele wereld over om mezelf te voeden, te inspireren. Dit is echt storytelling. Ik ga naar museums, ik voed me met cultuur, maar vooral mijn muses. En de muses zijn vrouwen die dare to dream, dare to grow, dare to be zijn. Zij hebben het al gedaan. Denk aan Jeanne d'Arc, Queen Elizabeth of geishas. Dat zijn vrouwen die helemaal dat hebben omarmd. En die verhalen wil ik vertellen door middel van mijn lingerie. Ik gebruik het als inspiratie. En op die manier hoop ik dat het andere vrouwen ook weer kan inspireren. Voor mij is het strand als ontwerper een heel poëtisch gegeven. Op het moment dat de zee daar is en die roept ons, dat trekken we steeds meer uit. En we voelen ons zo op ons gemak. En zelfs
topless durven te gaan. Dus ik moet het zeg maar zo ontwerpen door middel van verhullen en onthullen, dat je het gevoel hebt dat je uitgeklede lichaam prachtig gekleed is. En dat zit in millimeters, dat zit in centimeters, dat zit in de stoffen, dat zit in de manier wat je ontwerpt. En zoals ik dat bij lingerie doe met straps, zo doe ik dat bij swimwear met plooien. En door die plooien kan ik zeg maar net een ander soort pasvorm, net een ander soort look creëren, zodat jij je helemaal veilig voelt en dat het strand jouw catwalk is.